Hallo, het is vandaag maandag 11 december en welkom bij een nieuwe vlogmas. Het is 14:15 en ik kan nu pas beginnen met leren. En dat komt omdat ik pas om 1 uur thuis was. Dit heeft zich ineens plotseling voorgedaan. Gisteren, in de vlog van gisteren. Ja, kijk, heel hoog ligt echt. Het is echt veel sneeuw. Het is niet meer zo gelijk gisteren. Het was zoet sneeuw. Allee, gisteren was geen zoet sneeuw, maar deze was echt ineens veel meer. Dus we waren in de bus naar school en ineens begon het te sneeuwen. En het sneeuwde nog meer en nog harder. En het stopte niet met sneeuw en ineens zag alles wit en lag er echt zo'n pak sneeuw. Of ja, iets minder of iets meer. Allee, boeien. Ineens heel veel sneeuw. Alle wegen waren dicht. Het gleed, het was gevaarlijk, alles bla bla bla. En mijn bus die bleef super lang weg. Ik ben uiteindelijk dan toch thuis geraakt met mijn bus, maar dan moest ik nog even met de fiets. Maar ja, dat ging dan niet, want het keihard gesneeuwd, dus dat was super gevaarlijk. En nu is het ondertussen terug aan het regenen met een klein beetje sneeuwvlokjes erdoor. Dat mag van mij wel stoppen met regenen, maar het hoeft ook niet per se nog bij te sneeuwen. En ja, het was dus eigenlijk niet zo tof om naar huis te komen. Ik weet niet of jullie dat horen. Ja, het is terug aan het sneeuwen. Oh my god. Daar viel net keihard sneeuw naar beneden. Maar ik ga nu dus heel snel beginnen aan aardrijkskunde. Want ik moet daar nog voor beginnen leren. Gelukkig is het niet keiveel, maar het is wel wazen. Alleen je moet wel echt heel goed kennen. En, ja. Om 4 uur, of tegen het 4:15 moet ik er ook terug vertrekken, want ik moet mijn kleine broer dan gaan halen. Daarom moet ik mijn gsm even steken, want anders is hij niet opgeladen als ik die moet gaan halen. Ik moet mijn kleine broer, die is 6 jaar, dus die kan nog niet alleen naar huis komen. Moet ik dan gaan halen van school. Dus dat moet ik dan ook te voet doen, want met de fiets, ja dat gaat niet, dat is echt super gevaarlijk. Ja. Ik ga nu snel beginnen met leren en ik hoor jullie de rest van de dag nog wel. Dat wil ik trouwens nog wel even melden. Als jullie mijn voorbije 2 vlogs gezien hebben, dan weten jullie dat ik NW had vandaag. En ik ben eigenlijk echt super content, want NW is eigenlijk echt goed gegaan. Ik heb er een goed gevoel over. Het eerste deel ging beter dan het tweede, maar nog steeds dacht ik wel van oké. Dit is wel goed, dus daar ben ik heel blij, want NW is van mij een groot hoofdvak, een hoofdvak en echt gewoon een groot gebeuren. Dus ik ben heel blij, maar ik ga nu beginnen, want ik moet beginnen. Alles is helemaal ontploft, mijn haren. Oké, het is al 7:30 en ik ben nog steeds niet, alles gedaan. Ik heb nog niet eens mijn testen kunnen maken, ik heb nog niet mijn PowerPoint kunnen bekijken, Ik ben nog niet eens aan het laatste deel bezig. En ik hoop dat het laatste deel nu wel een beetje snel gaat, maar alles is hier een beetje in het honderd gelopen vandaag door een probleem hier thuis. Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar ik moest Harry, mijn broer, uit school gaan halen en ik was al later thuis door heel laat sneeuw gebeuren. Normaal vind ik sneeuw echt leuk. In mijn vlog van gisteren vond ik sneeuw nog heel leuk. Totdat het vervoer... Ja, toen in het 100 lopen, daar vind ik het echt niet meer leuk. En ja, dan moest ik mijn broer gaan halen. Dus was ik bijna een uur onderweg, want ik moest te voet heen en te voet terug, want met de fiets was levensgevaarlijk. En dan moest ik nog beginnen leren ik kom net van tafel en alles is een beetje aan het mislopen. En die aardrijkskunde, dat gaat er ook gewoon niet in, hè. Dus oké, ik ga gewoon voortdoen, maar ik ga rustig blijven en ik ga morgen sowieso terug vroeger opstaan om alles weer te leren. En ik ga straks nog eens alles doorlezen en help.